Het is een fictieve ministerpost. Nee, het is geen fictief. Het is echt een minister. Echt niet. Ik doe mijn been omhoog en ik trap zo heel zijn raam eruit. Oh. Ik ben ook heel erg, maar waarom heb ik het nou weer gezegd? Oh, ja. Waarom heb ik het nou weer veroorzaakt? Je zit bijna. Aangenaam. Waarom kijk je zo? Ik kijk altijd zo. Kijk ik gek? Nee, een beetje zo van... meewarig? Nee, nee, helemaal niet. Oké. 17 juni. 17 juni. NPO 1. Ja. Live debat. 6 kandidaten zich bereid stellen om minister van... Oh, dan zeg ik het verkeerd. Minister van Gehandicaptenzaken. Minister van Gehandicaptenzaken. Ik vind dat een moeilijk woord. Te weinig naar lingo gekeken, Chris. Ja, maar het is geen 5 woord. Geen 5 nee, letter. Maar wel bijna 10. Leg even uit, alsjeblieft. Nou, waarom, welk probleem lost dit op? Nou kijk, sowieso moet er gewoon... is het natuurlijk fantastisch dat we tegenwoordig ook ministers kunnen kiezen. Dat we dat democratisch doen door te bellen en te stemmen. Ja. En deze minister is heel hard nodig om zichtbaarheid voor het probleem te creëren. Het is een fictieve ministerpost. Nee, het is geen fictief. Het is echt een minister. Echt niet. Het is een echte minister. Hoe kan dat nou? Nou, waarom kan dat niet? Het is natuurlijk niet fictief. Dan zetten we dit niet voor neer. Het is gewoon echt... De minister in Nederland van gehandicaptenzaken. Hè? Ja. Is er dan een protocol waar we ons aan moeten houden om een minister? Je bedoelt, in die zin kan ik ook een minister voor platonische liefde. Zou zeker. Oké. Ja hoor. Dat we even op hetzelfde level zitten. Nee. Ik dacht, heb ik nou iets verkeerd gedaan aan mijn voorbereiding? Oké, nee, goed. Nee, dit is gewoon de minister van gehandicaptenzaken. Dit is degene, hè, zij of hij... Die gaat de problemen die er in dit land zijn, gewoon aan de kaak stellen. En die gaat het zichtbaar maken. Kijk, het probleem is gewoon dat we 2 miljoen mensen in het land hebben. Ja. Die een vorm van handicap hebben. En die veel te weinig gezien worden. Ja, waarvan ongeveer 800.000 structureel werkloos. Nou, ook dat nog eens een keer. Terwijl we heel veel banen hebben in het land. Dus dat gaat natuurlijk helemaal mis. Oké, die gaan in debat met elkaar. Nee, die gaan niet meer. Ja, dus een soort van. Een soort van. Het is een talentenshow, ja, voor de nieuwe minister van Nederland. Het is wel een show. Nou, het is show. Dus natuurlijk is het ook entertaining. Ja, het is ook entertaining. Mm-hmm. Dus het wordt ook gewoon leuk om naar te kijken. Maar het is inhoudelijk gewoon wel sterk. Wie is nou degene die deze ministerpost aan kan? Ja. Wie gaat dat gewoon flikken? Oké. Je hebt hiervoor een jaar eventjes niet zoveel gedaan. Tenminste, niet aan een zender verbonden, toch? Nee. Daarvoor SBS een jaar. Ja. Nu zit je bij KRO-NCRV. Ja. Daarvoor heb je dit ook eigenlijk bedacht, denk ik, toch? Of had je dit al langer op zak, dit idee? Nee, dat had ik wel een tijdje op zak. Oké. Maar KRO-NCRV kwam voorbij. Mm-hmm. Natuurlijk ook vanwege dit idee, maar natuurlijk ook andere plannen. Ik bedoel, het is niet zo dat dit... nou, dit is het dan en de komende jaren is dit wat ik ga doen. Ja. Dat niet. Heb jij ooit de notie gehad of ooit bij jezelf gedacht dat je voor een bepaalde televisieklus werd aangenomen omdat juist de zender of de zendermanager of de programmamaker een bepaalde diversiteit wilde uitdragen? Nee, nooit gehad. Heb jij in je privéleven... ik ga echt heel veel domme vragen stellen. Ja, nee, hoor, maar... vragen. Ik hou van domme vragen. Maar heb jij ooit meegemaakt dat mannen jou benaderden uit een soort van... een soort van medelijden misschien wel? Of een soort van... Of nee. Dominantie? Nee, omdat ze graag voor mij wilden zorgen. Precies, toen? Ja. Nee, heb ik ook nog nooit gemerkt. Maar misschien ben ik wel een... Nee, maar ik denk of je ook ziet niet het niet. Nee, maar ik denk dat het ook niet zo in elkaar zit. Ik heb vroeger echt wel eens een keer een vriendje gehad. Of een vriendje. Dat ik, weet je, je bent je bent 19, 20 jaar. En ik was daar verliefd op die jongen. En die zei van, nou, kijk, ik jog iedere ochtend. En dat... Daar ga jij niet in mee. Ik zeg, nee, dat heb je goed gezien. Dat gaat niet werken. Nee. Dus ja, ik vind het dan een beetje lastig om met jou toch een relatie aan te gaan. Want ja, ik vind dat sporten vind ik gewoon heel belangrijk. Toen? Nou, ik denk, ja, of 19, 20. Nee. Nou ja, dan denk je ook, nou, prima joh. Doeg. Ja. Ja, ik ben eigenlijk best wel opgeruimd in die dingen. Dan denk ik, ja, het is ja of het is nee. Ik bedoel, alles is goed. Ik ben niet, niet harddragend. Ik ben niet, nee, dat is allemaal is het. Oké, maar stel je voor. Ja. Je komt iemand tegen die, ik weet dat je bent getrouwd, je hebt een gezin, maar toch, je kunt je aangetrokken voelen, al is het maar 5 seconden. Oh ja. Dan komt iemand op je af en jullie moeten samen dan ergens toe voorbewegen. Ben je dan bewust van je handicap? Ja, heel erg. Wil je dan... Okay. Ja, heel erg. En dan had ik net met jou ook. Ik dacht, ik moet die auto in. Ik denk, waar staat die? Waar staat die auto? En dan denk ik, ik moet naar die auto toe, maar...
waar staat Chris nou met die auto geparkeerd? En dan ben ik me heel erg bewust van het feit waar ik sta, waar jij eventueel bent, omdat ik wel uiteindelijk die afstand moet overbruggen van waar ik sta en jouw auto. En hoe lang heb je dat gevoel dan? De hele dag. Echt waar? En nu is het weg. Ja, omdat ik dan denk, staat hij niet op een plek waar ik misschien moeilijk kan komen. En waar ik jou dan naar tegemoet zie lopen. Ja, of dat jij dan in volle vizier mij aan ziet komen lopen. Dat vind ik dan toch ingewikkeld. Dat vind ik wel kloten. En dat vind ik, maar dat vind ik dan. En dan vraag ik me altijd af, vind ik het nou voor jou ingewikkeld of voor mezelf? Nee, ik vind het voor jou ingewikkeld. Want nee, ja, ik ken jou niet. Ja. En dan denk ik, ja, hoe, misschien denkt hij wel, zo, nou, dat is toch erger dan ik dacht. Ja, maar dan ga ik het ook weer invullen. Maar daar kom je nooit overheen. Andere domme vraag. Ja. Droom je, als je droomt. Ja. Droom je dan dat je geen handicap hebt? Ja. Dan is er niets aan de hand. Droom je dan? Word je wel eens heel hard rennen. Ja? Ja, het is ook heel lekker. Nee, ik droom nooit dat ik nee. Maar weet je wat er raar is? Kijk, ik zie toch ook niet hoe ik loop. Ik voel het wel en ik denk wel dat ik weet hoe het er ongeveer uitziet. En af en toe als ik door de stad heen loop en ik kijk naar mezelf in een etalage, denk ik ook, jeetje, oké, wacht even hoor. Nou moet ik toch even proberen om het iets anders te doen. Dat daagt me dan wel uit, die etalage of die spiegel of die ruit die mij laat zien hoe ik loop. Dat gebeurt natuurlijk wel. Ja. En dan denk je ook van oh, ik moet eventjes meer. Ik moet iets doen. Ik moet even. Terwijl ik het niet kwijt wil. Wat moet je meer doen? Even een andere houding? Ja, dan denk ik van, goh, wat gek eigenlijk. Waarom gaat het zo? Kijk, hoe vaak zie je jezelf? Je ziet alleen maar je neus als je praat. Jij ziet nou toch ook alleen maar je neus? Je ziet alleen maar het puntje van je neus. Maar je weet toch verder niet hoe dat allemaal. Nee. Je hebt echt geen idee hoe jij er nu uitziet. Nee. Dat is ook met soms denk je van mijn haar zit slecht. Ja. Niemand ziet dat. Niemand ziet dat. Nee. Maar jij vindt dat wel. Ja. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe het eruit ziet. En toch straal je uit. Of ja, en toch. Je straalt uit dat je heel erg lekker voelt in je lichaam. Ja, maar dat is ook zo. Ja. Ja, maar dat is, want dit is mijn lichaam. Waar ik zou ook niet zonder het lichaam willen. Nee, want je zegt, je hebt vaker gezegd dat het je ook daar heeft gebracht waar je nu bent. Ja, maar het is ook heel raar. Ik bedoel, stel je voor dat jij morgen zwart haar hebt en bruine ogen. En je kijkt in de spiegel en denk je, hè, is dit nou Chris? Ik maak me zorgen om mijn inhammen. Nou, vind je dat een luxe probleem dan? Nee, dat, ik kan me voorstellen dat jij je daar zorgen over maakt. Dat vind je ook dan erg? Nee, ik vind juist, je moet die inhammen juist heel erg goed laten zien. Ja. In jouw boek, Het leven loopt op roddeltjes. Ja, jeetje mina. Wat is dat? Wat zeg je weer? Dat klopt. Uit 2004. Ja, nou ja, goed. Daarin beschrijft jouw moeder dat ze eigenlijk pas na 4 maanden door had dat zeg maar één beentje van jou kort was dan het andere. Ja. En zij is dan bang dat jij een hele zware toekomst tegemoet gaat. Ja. Maar zonder nu pathetisch te worden, maar jij hebt je ouders extreem trots gemaakt. Ja, dat klopt. En ik weet wel dat ik als kind wel eens aan mijn moeder vroeg van, wat heb ik nou eigenlijk? En mijn moeder was daar best wel, kon daar wel verdrietig om zijn. Ja, dat snap ik. Hè, in de uitleg. Ja. Dus dat heeft me ook wel weerhouden om het haar te vragen. Maar ik weet als 4-jarig kind, hè, en ik was natuurlijk een kind wat heel vaak naar ziekenhuizen moest en dat soort dingen. Hoorde ik ooit een keer artsen tegen mijn ouders zeggen van, geef dit meisje het leven maar een extra grote pop. Hè, want veel succes zal ze niet halen. Maar dat heb ik wel gehoord toen. Nee, maar dat is niet erg. Dat is eigenlijk ook een ontzettende stimulans geweest om eigenlijk heel veel uit het leven te halen. Ja, maar dat zegt ook iets over jou. Andere mensen denken van, fuck. Nee, maar we hebben allemaal in het leven te maken met teleurstellingen. Op welke manier dan ook. We krijgen allemaal te maken met momenten die we eigenlijk liever niet mee willen maken. Mm. En dat kan een handicap zijn, dat kan het verlies zijn van iemand, een relatie die uitgaat. Dus we moeten ook accepteren dat het leven zo is. En eigenlijk is het soms ook best lekker. Want je weet in ieder geval wat je niet kan in het leven. Dus dan hoef je daar niet op te focussen. Ik vind het heerlijk dat ik niet met de hond hoef te wandelen. Of dat ik niet dat niet in mijn hoofd opkomt van, oh, ik moet ook nog even die marathon lopen in Amsterdam. Dat hoef ik allemaal lekker niet. Heerlijk. Dus het is ook best wel fijn dat je, als dit je leven is, dat je weet van, nou, dit kan ik niet. Dan blijft er dit dus over. En hier ga ik het optimale uithalen. Ben je handicap nooit zat?
oh, het lijkt me zo lekker om eens een keer op hele hoge hakken te kunnen lopen. Of maar nu zeg je allemaal tegenstrijdige dingen. Maar eerst zeg je vandaag, ja, dat, dat zijn momenten. Dat zijn van die kleine momentjes dat je denkt, oh, dat lijkt me een leuke ervaring. Dus een keer op enorme stilettes van 15 centimeter te lopen. Dus dan ben je me even zat. Je vraagt, ben je me wel zat? Ja, maar dat is voor even. Nou, van die kleine dingetjes voor even. Voor even. Maar voor de algehele ervaring wil ik het niet kwijt. Maar, nog meer domme vragen. Ja, heel veel. Vind je het echt dom? Nee, ik vind het hartstikke leuke vragen. Hele goede vragen. Heb je goed over nagedacht? Ik wil nog één keer... Ja, sorry. Dat is misschien persoonlijk. Maar als je geen antwoord wil geven, dan moet je gewoon zeggen van, nou, je geeft geen antwoord. Maar als je je sexy wil gedragen... Sexy, ja. Of sensueel. Of je wil... Jezus, wat wil ik nou eigenlijk... Nou, zeg gewoon wat je wil zeggen. Compenseer je dan, zeg maar, je handicap door een andere soort fysieke houding of zoiets? Of ontwikkel je andere dingen voor die van, nou, dit maar is wel... Maar Chris, daar kan ik toch helemaal geen antwoord op geven? Ik heb echt geen idee. Ik bedoel... Je weet niet wat mensen van jou aantrekkelijk vinden? Nee, dat weet je niet. Ik ga niet een pose aannemen, ik leg niet ineens mijn benen in mijn nek of zo. Van, goh, vind me... Nee, dat gaat het niet worden. Maar ik zal geheid compenseren. Ik denk dat ik absoluut dingen compenseer. Maar dat zul jij ook doen. Jij compenseert af en toe ook je inhammen. Nou, rustig aan. Ja, dat doe jij. Even rustig aan. Zou dat zo zijn, ja? Ja, dat doe je. Maar tv is toch ook... Nou... Harde business. Nee, joh. Nee? TV is gewoon leuk. Je moet gewoon de dingen... Nee. Wat zag Joop van den Ende in jou, denk je? Heb je hem er ooit naar gevraagd? Ja, enthousiasme. Ik denk dat hij dat in mij zag. Gewoon energie om dingen aan te pakken en te doen. Ik bedoel, als ik een idee heb, en dan kan het ook soms absoluut een heel slecht idee zijn. Maar ik ga er wel voor. En dan is het maar een slecht idee of dan gaat het maar niet door. Maar ik werk ideeën wel uit. Totdat ik... echt denk van, nou, nu moet ik stoppen, want dit gaat nou echt nergens meer over. Dus, je bedoelt, het valt dan niet meer te realiseren op een gegeven moment? Nou, als het echt te gek wordt of weet ik wat allemaal, nou, dan hou ik op. Maar ik zeg altijd, weet je, ja, zeg me, is het een ja of een nee? Ik kan met allebei wat. En als het een nee is en ik denk, nou, het kan geen nee zijn, want dit moet er toch gaan komen. Ja. Dan zal ik er alles aan doen om van die nee een ja te maken, maar krijg ik dat niet voor elkaar? Ja, dan op een gegeven moment opgeven. Maar ik ga wel door, net zolang tot ik zelf denk van, ja, ik heb er gewoon echt nu alles aan gedaan en nu houdt het op. Ze zijn wel mooi. Mooi? Ja. Ik hou altijd wel van een beetje schoonheidsfoutjes. Gek waar je druk om kan maken. Jij bent hiermee begonnen, hè? Ja? Heb ik iets gefabriceerd? Nee. Oh. Heb je niks meer te zeggen nu ineens? Ik vind het moeilijk dat er stilte valt. Nee, ik zat te denken van... we zijn er eigenlijk bijna. Ik denk, god, dat ging toch al snel. Tja. Jij wil een kort stukje. Ja. Ja, en dan is het daar. Hier? Kijk, de prijzenkast. Sorry, mevrouw. Nou, Chris, ik vond het heel gezellig. Dankjewel. Graag gedaan. Volgende keer. Superleuk. Ja, veel succes. Ik hoef je niet te betalen, toch? Voor een beetje. Nee.